En welkom, ladies and gentlemen, bij deze nieuwe fanmail. Dit voelt heavy. Hij voelt wel een beetje zwaar. Ik weet ook niet wat het is. Het zit ook heel groot ingepakt met allemaal... Aan de buitenkant zie ik allemaal van die nietjes. Ja, ik kijk er altijd stiekem in, want ik ben gewoon een en al nieuwsgierig. Ik ben altijd nieuwsgierig. Maar er zit een hoop dingetjes in en ik pak als eerst gewoon netjes de brief. En het is met de hand geschreven, dus dat is altijd leuk. Hola, Vincent! Hier in deze envelop zit een awesome game en een paar Disney Infinity dingetjes die ik heb gekregen in Slagharen en voor jou heb meegenomen. Wauw, jouw video's zijn echt zo awesome. Ga zo door. Ik ben laatst gestart met het maken van davinstogames.nl en ik heb daar jouw mening over nodig. Helaas is de site nog niet af. Nou, dat waren... Zou je dit samen met mij willen doen? Ik heb speciaal voor alle DaVinci fans die een goedkoop telefoonabonnement nodig hebben een site. Hier heb je voor 50 cent per dag onbeperkt internet en ook krijgen ze via mijn site 5 euro extra te goed. Wauw, wat een reclame wordt hier gemaakt. Luca Dorigo. Oké, tof. Er zit ook wat goodies in. Dit komt uit mijn wiskundeschrift. Oké, ik heb een wiskundeschrift papiertje. Wauw, ik ben heel benieuwd. Het eerste wat ik ga pakken is dit. En het heet Bleep. Er staat een bandje op met Bleep. Oh, wauw. Ik krijg gewoon een PC-game. Pinata. Ik ken deze game. Dan moet je die beestjes opvoeden of zo in zo'n tuin. Bleep is het dus. Nou, eigenlijk een beetje een reclame-stunt. Maar ja, op zich, omdat die fanmail gestuurd, vond ik het wel aardig dat hij het wel heb gestuurd. Dus Luca. Luca heet het. Maar ik ben niet aansprakelijk als het niet vertrouwen is of zo. Dus ja, ik ga er niet reclame voor maken extra. Maar ik laat gewoon zien. Luca heet het. En ja, dan kan je gewoon goedkoop bellen blijkbaar. Oh, kijk. Hier zitten de goodies in, joh. Oh, wauw. En ik krijg Disney Infinity. Met Up. Van Carl. En ik heb hier iets van Cars. En ik heb hier iets van Wreck-It Ralph. Gaaf, joh. Er zitten heel veel stickers in van Bleep. Ik heb heel veel stickers gekregen en goodies. Nou, bedankt voor je fanmail. Is wel iets heel apart dit. Heb ik eigenlijk weinig meegemaakt zoiets. Wel leuk. Nou, bedankt voor je fanmail. En tot de volgende week hebben we weer een nieuwe fanmail voor jullie op zondag. Doei doeg!